Dit kleine land delen we met 17 miljoen mensen. We koesteren de open ruimte die er nog is. En dat gaat niet vanzelf. Landschap en milieu komen vaak in de knel door industrie en vieze energie. Maar samen hebben we schaliegaswinning in Nederland voorlopig tegengehouden. Wij willen hier geen honderden boorputten. En ook geen chemicaliën in de grond die het water kunnen vervuilen. Ook elders in Europa groeit het verzet. In landen als Duitsland en Frankrijk is schaliegaswinning al verboden. Grootschalige boringen, zoals in de Verenigde Staten, komen hier niet van de grond. Het Nederlandse Shell zoekt het gewoon een stuk verderop. Shell ging in Oekraïne aan de slag op een manier die in Nederland absoluut niet zou kunnen. Bij boringen lost Shell giftig afvalwater in open bassins. En daardoor komen er broeikasgassen in de lucht. En is er gevaar voor lekkages en vervuiling. In het bijzijn van premier Rutte sloot Shell een schaliegasdeal van 10 miljard dollar met de omstreden president Janukovic. Aan de burgers van Oekraïne werd alleen niets gevraagd. Ja, вы знаете, вони нас стали купляти. На 8 марта подарила таких три полотенечка, отакі. І дитячу машиночку мені привезли, бо бачили. De Oekraïners zien de schaliegasboringen van Shell niet zitten. Ну, во-первых, мы все собрались на это собрание, потому что все обеспокоены этими всеми действиями. Голосовали мы за то, чтобы против проведения разведки в нашем селе, против, так сказать, добычи, разработки сланцевого газа на нашей территории. Мы готовы выходить на дороги, перекрывать, чтобы в наше село не въехала ни техника, ничего. Нам этого не надо.